De gezondheidsminister Amara Madin zegt dat de dalende valutakoersen een positief effect kunnen hebben op de inkoop van medicijnen voor de gezondheidssector. Voor aanvang van de Raad van Ministers woensdag zei de bewindsman dat met de lagere koers meer Amerikaanse dollars ingekocht kunnen worden om meer medicamenten te kopen. Het kan op twee manieren zijn. Kijk, we kopen niet alleen. In Suriname wordt er niet alleen ingekocht door BGVS. We hebben ook particuliere importeurs van medicijnen. Voor bepaalde middelen zijn er ontheffingen van invoerrechten. Dus kijk, die dingen blijven bestaan. Maar medicijnen, met de lagere koers heb je meer SRD's beschikbaar. In principe kan je ook meer US dollars kopen. En kan je ook betere en voordeliger inkopen. Dus het zal enigszins positief effect hebben daarop. De minister geeft aan dat de beschikbaarheid van valuta ook een rol zal spelen voor BVGS, Bedrijf Geneesmiddelenvoorziening Suriname. Ramdin stelt dat er wel afspraken zijn gemaakt met banken om deze uitdaging van valutavoorziening op te lossen.